Rond Rudy Smits die vandaag voor de aftrap van deze wedstrijd gevierd wordt voor zijn 500ste wedstrijd in het eerste elftal van Antwerp. Het soort spelers als Rudy Smits die worden raar in het voetbal. Een echte clubspeler, een clubman. Het begon allemaal in 1984 en dus vandaag zijn 500ste wedstrijd. Ook Parra met de terugspeelbal. Ja, en ook Parra met een missertje waar Severijns van profiteert. Maar hij is helemaal alleen, moet wat wachten. Temporiseren, nog altijd Severijns. De voorzet en dan de schrijver. Maar dat loopt daar goed af voor Aalst. Na een missertje van Godwin ook Parra, dat gebeurt ook niet elke week. Ondertussen een goede uitgooi van de schrijver tot bij Timmerman. En we zijn meteen aan de andere kant. Daar gaat de voorzet, de beelden met het hoofd. Daar is Van Ankeren! Maar die bal gaat over. Dus even een prik van Antwerp na het balverlies van Okpara, maar dan een tegenstoot van Aalst. Maar Edwin van Ankeren zette hem over het doelkader. Van Riel. Spelen 11 minuten. Van Riel nog altijd naar de beelden. Zoekt zijn tegenstander op, met name Broekaard. En dan opzij. En dan Van der Elst met dat schot op Van der Straten. En dan Kulchar die bal... Nee, niet in hoekschop werkt. Bal blijft binnen. Maar dat was een goede knal van Leo van der Elst. Na die individuele actie van Gilles de Beelde. Na 28 minuten spelen de eerste hoekschop in de wedstrijd. Het zegt niet alles tot nu toe, maar toch iets. Van Wanbeke. Gekopt en gesaved door Van der Straten. De kopbal van Lamberg en de save van Yves van der Straten. En opnieuw Aalst dus dat gevaarlijk is. Van Riel. Knap. Van der Hagen en opnieuw Van der Straten en Van Wanbeke, die kon niet meer koppen. Daar was het opnieuw warm voor de Great Old en dat na bijna een half uur spelen. De tegenstoot van Antwerpen levert niks op. Maar Van Wanbeke, u kunt dat zien in de herhaling, kon niet meer voldoende bij die bal om te koppen na die eerste redding van Van der Straten. En naast daar opnieuw geen buitenspel. En hij gaat nu binnen, Timmerman. Ze staan er met de armen in de lucht bij Antwerp. Maar de lijnrechter loopt naar het midden. Kijkt u er nog eens naar. Van Ankeren is plots door. Bij Antwerp denken ze aan buitenspel. En Timmerman die heeft maar binnen te leggen. En het staat 0-1. En op basis van de kansen die er geweest zijn, is dat verdiend. Kijk eens. Maar Antwerp dat geen tempo en lijn in zijn spel krijgt. Zo waarop zij voor Smits. Zo waarop opnieuw. Met de dribbel en het schot. En dat heeft hij. Een goed schot. En die bal gaat via Van der Hoorn, denk ik, bij Hans de Schrijver. Die ligt plat en heeft de bal. Kulchar. Die heeft wat ruimte. En nog niet voorbij Van der Hagen. De beelden. Weg van hem rechts. Van Wanbeke. 3 tegen 3 als het snel gaat. De beelden met de beweging. Oh. Schitterend gedaan. De beelden Gilles. Hij brengt de stand hier op 0-2. Kijkt u nog maar eens naar de herhaling. Krijgt die bal van Van Wanbeke. En dan hoe hij daar kiekjes uitspeelt. En dan met links afwerkt. En dus 0-2 voor Aalst. We spelen 6 minuten in de tweede helft en dit wordt de eerste hoekschop voor Antwerp met Lavigne. Zowar. Kiekjes, ja, en 1-2. Een verrassend doelpunt van Wim Kiekjes. Dit is eigenlijk de eerste kans zeg maar, voor Antwerp in deze wedstrijd. En misschien hebben we nu opnieuw een wedstrijd. Zowar met de voorzet en ja, Kiekjes daar... ongedekt en die duwt die bal binnen voorbij de schrijver en zo staat het hier vroeg in de tweede helft toch 1-2. En misschien kan Antwerp daar wat moed uitputten, want slechter dan in de eerste helft kan het niet. Minder dan 10 minuten nog. Kanu met de ingooi. Krentjevic krijgt die bal nog voor doel en de beelden. Nummer 19. Goeie inspanning van Eddy Krentjevic. Het was allemaal niet orthodox wat hij daar deed. Kijkt u er nog eens naar in dat duel met Smits. Kan dan voorzetten. En Gilles de Beelde knikt zijn 19e van het seizoen binnen. En daarmee is de kous voor Antwerp wel afzeker.
1-3 met nog 10 minuten te spelen. Aloisi. Snijdt naar binnen. Ja, en scoort een goede goal. Een mooie goal, John Aloisi. En 3 minuten voor het einde van de match wordt het nog 2-3. Was na 3 minuten in de tweede helft ingevallen voor Jakovlevic. Dan krijgen we nog eens een doelpunt. Snijdt helemaal naar binnen en werkt zelf af. En zo staat het, zoals ik al zei, met nog een paar minuten te spelen. 2-3.